zullen we maar gewoon bekendmaken? Ja. Dan nummer 3. De derde plaats voor Eiburger van het jaar is... Roffel, roffel, roffel. Kan jij een leuke roffel? Oh ja, ja. Geworden. Neres. En die is er niet. Dus die dat is komt, er niet. Nee. Ja, nou. Hè? Nou, dan is nummer 2. Nou, dat is een verrassing. Ga jij maar zeggen. Dat is Tamara van Leersum. Yay! Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Dat is Tamara. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Runner-up, hè, heet dat, hè? Volgend jaar ben je 1. Ja, ja. Precies. En dan nu het spannende moment. Ja. Gekozen door de Eiburgers. De Eiburger van het jaar is... geworden Sidam. Alsjeblieft, Sidam. Dan gaat eerst de andere, ja. En Sidam, we mogen echt zeggen dat je met een overweldigende meerderheid hebt gewonnen, echt. Ja. Want je hebt echt de meeste stemmen gekregen. Ja. Dus dat is wel fijn en dat heb je ontzettend verdiend. Ja, kijk, ik ben er natuurlijk heel erg blij mee. En achteraf is het makkelijk praten hoor, maar alleen de eer dat ik genomineerd ben, vond ik eigenlijk al heel belangrijk. En niet alleen voor mezelf, ook voor de jongeren. En niet alleen deze jongeren die hier zijn, maar het hele team. Voor de bewoners, voor de mensen die mij hebben genomineerd. Dus ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd. Dank jullie wel. Heel goed. Yes. En dan heb ik nog even één vraag voor je. Wat ga jij doen met de titel Eiburger van het jaar? Hoe ga je dat inzetten, als je dat gaat inzetten? Ja, kijk, zoals ik al zei, ik zie het niet alleen als een prijs voor mij als individu. Maar echt als het, voor het hele team, voor de instanties waarmee ik samenwerk, met de bewoners. Dus ik zal met hen ook allemaal overleggen voordat ik er gebruik van ga maken. Dus, en ook zij mogen er gebruik van maken, want dit hebben we met z'n allen gedaan, niet ik in mijn eentje. Dus, ook voor jullie jongens, yes, van harte gefeliciteerd. Ja. Yes, dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou, zie dan. Daar gaat u weer. Tot volgend jaar. I have a choice to tell you how I feel. Afraid to make mistakes, trying to avoid frustration. I keep on choosing to stay still. Hiding inside.